Goedemorgen of hallo iedereen. Ik neem eventjes een korte video op en ik heb zo dadelijk een aantal sessies gepland. Maar ik heb een boodschap ook deze nacht doorgekregen. Het was eigenlijk een hele rare droom. Maar toen dat ik er deze morgen de tijd voor nam om op af te stemmen wat uiteindelijk de dieper liggende boodschap was, dan begreep ik wat er eigenlijk gaande was. Deze video is eigenlijk een soort van kleine waarschuwing. Zeker als je op het pad van bewustwording loopt en ontwaakt bent of bezig in die ontwaking bent, is het de komende dagen, zeker naar aanloop van de volgende volle maan. En als ik het goed voor heb, ik zal eventjes checken. Is het op 18 januari? Ja, klopt. Om 18, ja, eigenlijk op 00:49, dus op middernacht of na iets na middernacht is het volle maan hier in onze contrée. Dat is een kreeft. Kreeft is een waterteken, heeft met emoties te maken, maar gebeurt ook in Mercurius retrograde. Dus vanaf morgen, eigenlijk zitten we er al een stukje in, want energieën beginnen niet plots omdat de kalenderdag er dan is. We worden eigenlijk de komende dagen, en eigenlijk is het al bezig, maar echt gebombardeerd met hele, hele, hele hoge energieën. Wat dat maakt dat ons lichaam, ons fysieke lichaam, echt aan het struggelen is, echt aan het worstelen is. Worstelen om alles die niet meer past bij ons, alles die niet uitgelijnd is met dat hogere licht, die probeert ons lichaam te penetreren en binnen te dringen en te voeden eigenlijk. Dat dit allemaal naar boven komt. Dus dat betekent dat door toedoen van dat hogere licht, van die hogere energie, diepe emoties naar boven kunnen komen. Het kan zijn als je nog niet zoveel innerlijk werk gedaan hebt, dat het super lastig wordt, dat het super emotioneel wordt. Dat je gaat gaan twijfelen aan jezelf, dat je zelfs gaat afvragen waarom dat je nog rondloopt, wat dat er allemaal gebeurt, dat je licht ziet in wat dat er gaande is in de wereld. En dat je eigenlijk door alle wereldse gebeurtenissen eigenlijk overweldigd wordt. Maar weet dat dit er ook enkel en alleen maar is om iedereen in die groei te duwen. En het is iedere keer aan jou, jij hebt de kracht en de keuze om te beslissen wat dat jij toelaat in jouw ervaring en hoe dat je denkt over situaties. Want daar ligt jouw kracht. En inderdaad, ik ben een healer. Maar je hebt healers van verschillende soorten. En dat was iets wat gisteravond mij ook duidelijk getoond werd. Je hebt healers die werken op het fysieke niveau. Hè. Denk bijvoorbeeld maar aan massagetherapeuten. Denk aan osteopaten, zelfs kinesisten, dokters, wat dan ook. Dus eigenlijk die op dat niveau werken. En dat is ook belangrijk, superbelangrijk. Er zijn mensen healers die enkel en alleen werken op het emotionele. Dan zijn er healers die enkel alleen maar werken met energieën en met transmissies en dergelijke. En dan zijn er healers, waar ik onder andere ook één van ben. Maar ik werk natuurlijk ook op het energetische en het emotionele. Maar de insteek is eigenlijk het mentale, onze gedachten. Waarom? Omdat onze gedachten, we denken altijd dat we het weten en dat we het goed zien. Maar eigenlijk zijn er nog zoveel schaduwen en zoveel zaken waar dat we gewoon zo gewoon van zijn dat we het eigenlijk zelfs niet zien hoe dat we onszelf blokkeren en saboteren. En dat zijn allemaal zaken hoe dat we nu gedacht, uitgedacht en gevraagd worden om nog dieper op in te gaan, om nog meer te gaan kijken van waar hou ik mezelf nog tegen? Waar begrijp ik de emoties, interpreteer ik de emoties dat ik voel nog op een verkeerde manier? En dat wordt nu geleid en gestuurd door die hogere energieën die ondertussen naar de aarde aan het komen zijn. En die naar het weekend toe en daarna de volle maan eigenlijk echt nog veel krachtiger gaan worden. Dus het kan zijn dat je hele heftige dromen hebt. Net zoals dat ik vorige nacht gehad heb. Ik zou het zelfs bijna nachtmerrie noemen, maar het zat er natuurlijk een boodschap weer in. En daarom zie je ook, ik voelde me echt niet uitgeslapen deze morgen. Ook al had ik eigenlijk technisch gezien, of we zeggen dat, genoeg aantal uren geslapen. Maar er gebeurt opnieuw weer zoveel. Dat het belangrijk is als je voelt dat je lichaam rust nodig heeft, dat je lichaam ook die rust geeft. Dus dat je echt
Gewoon kijk naar jezelf. Wat gebeurt er? Wat heb ik nodig? En dat je niet constant laat afleiden door anderen, door vrienden, collega's, buren, zelfs de maatschappij of de dingen die je hoort op nieuws of wat dan ook. Ik kijk ook bijvoorbeeld geen tv niet meer bewust om daar zo min mogelijk mee extra belast te worden. Dingen dat ik moet weten, die weet ik. En voor de rest laat ik alles aan mij voorbij gaan. En dat helpt mij om mij te focussen op de dingen die ik wil aantrekken, om te focussen op de dingen die ik wil gaan creëren, op de dingen, de beweging, de verandering, de evolutie in de maatschappij dat we willen teweegbrengen. Dus, hetgeen wat ze ook nog zeggen, dat een extra punt die ook nu naar boven komt, is omdat kreeft is ook een teken van familie. In die zin dat een kreeft graag die geborgenheid geeft van een familie. En dan wordt het eigenlijk ook gevraagd om te kijken naar voorouderlijke patronen. En waar dat je eigenlijk jezelf nog aan de kant zet om de lieve vrede te bewaren. Om een iemand anders, zijnde dan meestal ouders, zussen, dus eigenlijk die te maken hebben met die familiekringen, of zelfs misschien als vrienden, maar dat je ervaart en aanvoelt als vrienden, dat je daar eigenlijk jezelf constant achteruit schuift, op de laatste plaats zet, omdat je niet in discussie of niet in die strijd wil gaan. Nu, geloof mij vrij, als je dat niet gaat doen en je gaat niet opkomen voor jezelf en niet de grenzen stellen dat jij nodig hebt om jouw eigen balans te behouden, dan gaat het universum er sowieso voor zorgen dat de vroeg of laat de bom ploft. En dan gaat misschien het resultaat zal uiteindelijk hetzelfde zijn, maar jullie gaan allebei de lessen leren, maar het gaat misschien veel explosiever zijn dan wanneer je nu zo op een rustige, respectvolle manier die grenzen aangeeft. Dus ook hier, kijk eens wat er gebeurt in je leven. Want eigenlijk alles wat je ervaart in je realiteit, is verbonden met de lessen waar je nu doorheen gaat en waar jij nu mag gaan mee aan de slag mag gaan. Heb je hulp nodig? Weet dan dat ik jou heel graag wil ondersteunen. Op dit moment heb ik nog voldoende ruimte om één op één te werken. Je kan natuurlijk ook het groepstraject volgen met extra individuele begeleiding. Dus vanaf dit jaar is dat ook mogelijk. En in de toekomst toe zullen we ook nog met extra coaches werken. Zodat we echt zoveel mogelijk mensen kunnen ondersteunen en begeleiden. In het ontwaken, in het weer in eigen kracht stappen, in het versterken van zichzelf. Maar daar is het ook weer belangrijk dat je leert om bijvoorbeeld met energie te werken. Dat je leert om met die universele vlammen te werken. Dat is de snelste manier om een transformatie in jezelf teweeg te brengen. Ja, en ook om bijvoorbeeld als je moed nodig hebt, of je hebt meer rust nodig, of gewoon zoals ik bijvoorbeeld deze morgen, ik moest een straat indraaien en bleven maar auto's aankomen. Ik weet zelfs niet van waar dat allemaal uitkwamen. En we waren al iets later vertrokken dan anders, omdat ik me bijna overslapen had. En toen heb ik gewoon ook hulp gevraagd aan de vlammen en de lichtwezens van de eenheid. En dan, ik zou zeggen, als bij wonder, maar het is geen wonder, want u vraagt hulp, blijkt plots die lange rij auto's te stoppen. En kon ik gewoon rustig doorrijden, zonder mij druk te maken dat mijn dochter te laat zou zijn. Dus zo zie je maar, als je gewoon hulp vraagt, dan is die er ook altijd. Maar je moet het vragen, want dat heeft ook te maken met je vrije wil. En als jij het wilt alleen doen, dan gaan ze jou die kans geven om het alleen te proberen en het alleen te doen. Wil ik niet, wil ik hulp vragen. Net zoals ik in mijn verleden bedrijf heb neergezet. Net zoals ik mensen aantrek. Net zoals de boodschappen die ik moet doorgeven. Dan kan je dat ook op een moeiteloze manier doen, door het gewoon te vragen. Oh, ik ben ook ondertussen bezig met een heel leuk traject. Een nieuw leuk traject te schrijven. Een jaartraject. Specifiek gericht voor mensen die van binnen voelen dat ze een missie hebben, een grotere missie. En die dus willen met die missie en die passie dienstbaar zijn voor anderen. En die dus eigenlijk een spirituele onderneming willen neerzetten. In dat traject dan gaan we een jaar samen aan de slag. Dus het groepsessies en individuele sessies aan bod. En dan gaan we eigenlijk aan de hand van ons 12-delig chakrasysteem een spirituele onderneming opzetten. Het traject heet ook de spirituele ondernemer onthult, omdat in dat traject ik jou alles leer op welke manier dat ik samen met mijn team eigenlijk mijn onderneming, mijn spirituele onderneming heb neergezet, zodanig dat ook voor jou, als je dat wenst, winstgevend is, dat je er echt ook wel jouw bedrijf
je missie eigenlijk, je bedrijf, het fysieke lichaam is voor je missie vorm te geven. En niet alleen dit, maar ook dat het blijft vanuit de energie gebeuren dat past bij jou. Want jij bent niet mee en jij bent ook niet iemand anders. En dus daarom leer ik technieken aan jou aan, zodanig dat je leert voelen en weet ook wat er bij jou past en wat niet. We gaan over marketing, we gaan over funnels, we gaan over al die mannelijke systemen, maar taken verbonden met die vrouwelijke energie van intuïtie, van flow, verbinding met ons team en zo weer, en zo verder en zo meer. Dat traject start in mei. Eigenlijk ben ik totaal nog niet bezig met de lanceringen, maar ik ben er zo enthousiast over dat ik het eigenlijk toch vandaag al een beetje overklappen. Zo, ik ga het hier belaten, want zoals ik zeg, heb ik zo dadelijk een sessie met iemand die eigenlijk ook al in dit traject, waar ik nu net verteld heb, mee bezig is. Zij is een van de enigen op dit moment die dit traject volgt, zodanig dat ik ook kan zien welk effect dat geeft. En ik vind het gewoon fantastisch welke resultaten dat ze op korte termijn al heeft bereikt. Fantastisch. Zwat, ik ga het echt hierbij laten, want anders blijf ik weer gewoon ratelen en dingen delen. In ieder geval, als je wel hulp of ondersteuning nodig hebt, of wat dan ook, of je wil leren rond manifesteren, dan zijn er ondertussen een aantal producten en diensten beschikbaar. Kijk gewoon op de website waar je mee resoneert, waar dat jou aantrekt, waar je naartoe getrokken wordt. En dat is hetgeen wat je op dit moment nodig hebt. Twijfel je nog? Stuur mij gewoon een mailtje. Ik ga binnenkort denk ik ook wel video's maken specifiek gericht voor tweelingvlammen en het tweelingvlamproces. Dat is hetgeen wat ik toch doorgekregen heb en aangevoeld heb. Maar ook hier laat ik mij leiden en gebeurt alles op flow. Zo, mocht je vragen hebben, zet ze gewoon gerust onder iedere video of stuur mij een mailtje via de website en dan antwoord ik jou wel zo snel als mogelijk. Tot in de volgende. Dag!